also graag die hulp in eventueel als we tijd hebben, misschien eens een beetje. Tazza is eigenlijk een drinkschaal. Een grote drinkschaal, zoals je vandaag nog de champagne coupes hebt. Dezelfde vormen, dan nog wat groter. Meestal ook gedecoreerd met taferelen. En in sommige gevallen, sommige meer zeldzame gevallen, met een abstract motief. Hetgeen dat we straks gaan doen. Meestal waren het ook relatiegeschenken. Dus het was niet zozeer een echt dagelijks gebruiksvoorwerp, maar was het echt iets om te geven. En als blijk van waardering of dank of wat dan ook. Vaak waren het ook historische taferelen die erin te zien waren, maar in elk geval in de functie is het principe een drinkschaal. En zeker de Tazza waar we nu detail gaan uitmaken, geeft door zijn vormen een heel mooi spel van rode wijn die zich in dat verguld zilver bevindt. En het minste dat je die schaal beweegt of dat er een vibratie is op tafel of zo, dan gaat er een heel erg grote schittering ontstaan door die wijn die zich daarin beweegt. Dus het rood koper dat we selecteren, 1 mm, staat al zacht. Het is mogelijk om dat met de hand te verplooien. Dus dat is wat we zacht noemen. Als het met materiaal niet zacht staat om mee te beginnen, dan moet het eerst worden uitgegloeid. En dat is iets wat we straks ook wel zullen zien. Dit zijn bijvoorbeeld plaketten met religieuze of bijbelse taferelen die uit de plaat zilver zijn gemaakt. Dus heel die figuratie dat erin zit is met stalen ponsen en hamers tot stand gekomen op een ondergrond van pek. En dus je begint met een vlakke plaat, je traceert, zo heet dat, je lijnt af alle grote figuren in de plaat zelf. Dan wordt die plaat omgedraaid en op pek geplaatst en dan worden alle hoogtes die je wilt hebben in je figuren van langs achter uitgediept. Zodat je de bollingen krijgt aan de voorzijde. Eens dat gedaan is, wordt de plaat uitgegroeid, want ondertussen is het metaal hard geworden, moet het uitgegroeid worden in het vuur. En dan wordt die weer met de voorzijde naar boven op de pek geplaatst, waarna men met gedetailleerde ponzen alle figuren erin krijgen om zo tot het eindresultaat te komen. Je kunt ook zien dat de plaat al een zekere spanning heeft gekregen, begint al een beetje hol te staan door het inslaan van die lijnen. Maar langs de achterkant, wel, en de voorzijde in dit geval, zijn de lijnen goed zichtbaar en weet ik nu precies waar ik de holtes moet gaan beginnen slaan. Oké, goed. Het volgende stap is nu langs de voorzijde de eerste indiepingen maken. Dat gebeurt met een vrij vlakke pons, zodat de krachten van het indiepen regelmatig worden verdeeld. Recht ciseleren is het aanleren van een aantal leerlingen van de techniek van het ciseleren. Het ciseleren is het vormgeven van zilver. Dit en dan mag ik het nemen met deze. Ja.
is nu klaar om op de pek te zetten. Voor de volgende bewerking zijn opnieuw de bolpons om de grote indiepingen te maken. Daarna zullen de indiepingen naar de hoeken toe met deze pons worden gedaan. En de verbindingen tussen de cellen zal met die rechtere pons worden gedaan om die op hetzelfde niveau te krijgen. Zilversmeden heeft altijd een deel uitgemaakt van goud- en zilversmeden. Dus zowel het maken van juwelen als zilverwerk is altijd bij mij aan bod gekomen. Van bij mijn studie eigenlijk al. Dus dat is ondertussen toch zo'n ruim 40 jaar geleden dat het is gestart. Dat ik bij Wim Ibens in de Academie in Antwerpen ben gaan studeren. In de eerste plaats was het juweelontwerp en edelsmeedkunst, zo heet de richting altijd trouwens. Dus de eerste technieken zijn wel op kleine schaal met edelmetalen werken, maar dan door mijn werk aan het Hoger Instituut, dat dan na mijn studies aan de academie was, en de medewerking aan de reconstructie van het Sint-Gertrudisschrijn. Er werd dus en de technieken ook naar groter werk geëvolueerd en daar is dan het zilverwerk erbij gekomen. Dus dat is in feite het begin geweest aan alles. Enerzijds een esthetisch gevoel dat je wel moet hebben, een oog voor schoonheid en detail en verhoudingen. En het ander soort van gevoel dat je moet hebben of moet ontwikkelen is het gevoel ten opzichte van het materiaal. Dus het materiaal zelf waarmee je bezig bent, de plaat of de draad of wat dan ook. Het materiaal moet je inderdaad wel kunnen lezen, in die zin dat je niet voortdurend alles kunt meten. Met het voorbeeld dat ik hier heb gegeven met die figuren, dat zijn vrij hoge vervormingen dat je moet bewerkstelligen uit die plaat. En de kans op scheuren is heel erg groot. Op dit punt in mijn carrière, na zoveel jaren conservatie en restauratie te hebben gedaan, is mijn belangstelling en mijn waardering voor het vak, die eigenlijk al erg groot was, nog veel groter geworden. En vond ik het nu meer dan ooit belangrijk om die kennis door te geven aan een aantal geïnteresseerde mensen.